ik vind het kiezen voor achter welke partij ik sta best wel lastig. Ja. Omdat er niet echt een partij is waar ik het 100% mee eens ben. Ik ook niet trouwens hoor. Nee, bent u het niet 100% eens met VVD? Nee, ik denk dat ik het met 80% ongeveer eens ben. Meneer Rutte, bent u er klaar voor? We gaan vandaag Mark Rutte interviewen. Ik ben wel eigenlijk heel erg nieuwsgierig en ik vind het stiekem zeggen, ik vind het ook wel een beetje spannend om hem te interviewen. Dat natuurlijk. Hey. En natuurlijk vraag ik me eigenlijk wel af van, ja, hij is lijsttrekker, maar hij is ook premier. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de twee Ruttes? We hebben best goede vragen, kritische vragen, maar ook leuke vragen. Dus ik denk wel dat we daar een mooi interview van kunnen maken. Heeft u eigenlijk zin in de verkiezingen? Ja. Ja, het is natuurlijk een hele rare tijd nu door corona, maar het is ook een moment, de democratie, weet je, dat we met z'n allen naar de stembus gaan. En het is een beetje anders dan anders alleen, maar ik vind het wel weer heel bijzonder. Wat is eigenlijk het verschil tussen u als premier en als lijsttrekker? Ja, als premier kan ik natuurlijk niet de hele dag vertellen wat ik vanuit de VVD wil, hè, want we hebben maar zoveel zetels en je zit in zo'n kabinet heb je meer partijen zitten. Hè, dus wij moeten het altijd eens zien te worden. En wat ik dan naar buiten moet brengen is wat we gezamenlijk hebben besloten. Dat is dan niet precies wat ik vind, maar het compromis, hè, hoe je bij elkaar bent gekomen. Terwijl natuurlijk in verkiezingstijd kan ik natuurlijk veel meer echt praten over wat ik zou willen als de VVD in zijn eentje zou regeren, wat natuurlijk nooit gaat gebeuren. Maar natuurlijk, alle partijen doen dat natuurlijk toch. Even heel scherp neer te zetten, waar staan wij? Voor mij voelt het wel spannender om te gaan interviewen. Omdat hij echt superveel interviews al gedaan. En elke week krijgt hij echt waarschijnlijk 1000 verzoeken van mogen we je interviewen. En zegt hij tegen iets van 950 of zo nee. En dat hij dan tegen ons zegt, ja zegt, ja dat is sowieso een hele eer. Wij vinden het heel erg bijzonder om u te ontmoeten. Mag ik dat als geheel wederzijds hier uitspreken? Dat ik het leuk vind jullie te ontmoeten. Nou, dat was eigenlijk meteen al een beetje onze vraag. Want heeft u eigenlijk wel eens iemand ontmoet waarvan u dacht, wow? Ik zou dat hebben als ik Heiting zou ontmoeten. Dus de oude chef-dirigent van het Amsterdamse Concertgebouworkest. Dat vind ik wel een van de grootste levende mensen. Hij is inmiddels over de 90. Maar daar zou ik dat bij hebben. Ik had het eerlijk gezegd toch ook wel met Obama. Zeg maar ik heb het ook een beetje als ik... Een tijdje geleden was ik in Brabant bij de Bernhoven, het Bernhoven ziekenhuis in Uden. En dan praat je met de mensen die op de intensive care afdeling werken. Verpleegkundigen die dat hele precieze werk moeten doen. Om mensen die dan corona hebben, metertjes bij te sturen. Soms mensen om te kantelen. Dat hele spannende werk. Ja, dan zit je ook wel dat je denkt van, ja, heel bijzonder. Ik vind zelf altijd wel in interviews met kinderen of als je in gesprek gaat met jongeren, dat die wel goed omgaat met kinderen en jongeren, maar dat het ook wel gewoon open en toegankelijk is. Dus ik denk dat hij dat ook wel bij ons gaat doen. We zagen het eigenlijk ook al een beetje. U moet vaak lachen. En was u eigenlijk als kind ook wel zo vrolijk? Ja, ik kom wel uit een heel vrolijke familie. Wij konden overigens heel erg ruzie maken thuis, hoor. Dus af en toe kon het ongelooflijk knallen. Dat ben ik overigens helemaal niet tegen, af en toe flink ruzie maken. Want dan blaas je ook de pijpjes weer schoon, hè? En wat mist u eigenlijk het meeste uit uw jeugd? Ja, dat je de tijd vergeet. Ik vond het allerlekkerste, was ik jonger dan jullie hoor, maar als je zo, weet je, zo 7, 8, 9 jaar bent en met Lego spelen of wat je ook aan het doen bent, dat je eigenlijk totaal vergeet hoe laat het is. En ik kwam er laatst achter dat als je ouder wordt, dat je steeds heel erg conscious, heel bewust bent van tijd. Hoe laat het is, dat je dan moet naar het volgende, dan moet dit. Je gaat ook privé dingen zitten indelen, dat je je vrienden vaak genoeg ziet. Maar ja, dan moet je ook weer op tijd weg, want je moet nog daarheen. Nu hebben we die avondklok, je moet om 9 uur thuis zijn. Dus je wordt wel heel bewust van tijd. En dat je kunt verliezen in iets. Of als je klein met een boek kan pakken, gaat lezen en totaal vergeet hoe laat het is. En je moeder loopt te schreeuwen beneden, want het eten wordt koud. Dat mis ik wel. En als u dan zo bezig bent met tijd, bent u dan eigenlijk ook veel bezig met de toekomst? Ja, en dat is ook een risico. Want je moet natuurlijk veel met morgen en de toekomst bezig zijn. Maar je moet af en toe ook wel genieten van het moment. De VVD is ook wel een vrolijke partij, wel optimistisch. Weet je wel, wij zien natuurlijk heel veel dingen die niet goed zijn in Nederland, die beter moeten. Maar op zichzelf denken we wel dat dat gaat lukken. Daar ben ik echt heel positief over. En we hebben ook natuurlijk een heel bijzonder mooi land met heel veel leuke mensen die ook niet te veel in de weg moeten zitten. Die echt wel zelf weten hoe ze hun leven moeten leven. En waarbij je als overheid moet zorgen dat als kinderen krijgen dat jullie goed naar school gaan. En dat als je ziek wordt, dat er goede ziekenhuizen zijn. Het is wel een partij die erg gelooft in mensen en de kracht van mensen. En dat die ook om anderen geven en zich om elkaar bekommeren. Ja, ik maak me echt wel zorgen om klimaatverandering. Daar ben ik heel erg mee bezig. En je ziet dat linkse partijen heel vaak zeggen, ja, de VVD doet helemaal niet genoeg tegen klimaatverandering. Maar daar had hij best wel een mooi antwoord op.
Ja, wij willen tot het uiterste gaan. Alleen, ik ben bang als je doet wat sommige andere partijen doen. We hebben net zo'n heel klimaatakkoord gemaakt en een klimaatwet. En hebben we allemaal hele moeilijke afspraken gemaakt. Daar zijn we het na een lang discussie over eens geworden. En dan zegt nu een heel stapeltje partijen, zegt, ja, maar eigenlijk moeten we nu nog weer meer doen. En dan denk ik dat heel veel mensen afhaken. Dat mensen zeggen, joh, ik moet het ook nog kunnen meemaken. Mensen dat gaan zeggen. En wat betekent dat dan voor mijn inkomen? En moet ik dan dadelijk 10.000 euro's uitgeven om bijvoorbeeld mijn huis aardgasvrij te maken? En wie financiert dat dan? Dus het is ook van belang dat je het draagvlak houdt, dat mensen meedoen. Wat mij opviel in het interview is dat hij eigenlijk heel erg open staat ook voor de toekomst. En voor onze toekomst natuurlijk. En dat hij het heel veel ook wel een beetje had over hoe jongeren nou eigenlijk deel zijn van de samenleving. En dat we samen de samenleving vormen. Dus dat we eigenlijk ook samen goed voor Nederland moeten zorgen. Ja, u zegt dat u de jeugd eigenlijk heel erg belangrijk vindt. Maar waarom mogen kinderen en jongeren dan eigenlijk nog niet stemmen? Ja, dat is een lastige vraag. Dus zo'n discussie zou je moeten vragen naar 16 bijvoorbeeld. Daar ben ik zelf niet voor, zeg ik eerlijk. Waarom niet? Ja, het is arbitrair. Want 16 of 18 of 21. Maar ergens heb ik zoiets van, het kan ook geen kwaad dat je zegt, jonge mensen moeten ook nog leren nog een hoop. Je zit nog op school, je ontdekt ook nog je eigen beliefs, je overtuigingen ben je aan het ontwikkelen. En dat kost tijd. Maar waarom dan niet 16? Want het is misschien niet zo'n heel groot verschil. Maar dan misschien is het 16, maakt het wel het. En dan zeg je wel niet 14. En dan ja, bijvoorbeeld. Het, precies, want jij bent 14. Maar, en dan is het 14 en zeg je gewoon, dat is het lastig, weet je. Voor je het weet krijg je zo'n beweging naar beneden. Je zag eigenlijk aan zijn gezicht dat hij nog wel een beetje aan het twijfelen was. En in het begin was het, nee, 18, dat is gewoon een mooie leeftijd, dan ben je volwassen. Maar aan het einde was hij toch, hey, misschien moet ik daar toch nog wel over nadenken. Ja, waarschijnlijk zag je ook wel dat wij heel erg politiek betrokken zijn. Wij zijn niet de enige, er zijn veel meer politiek betrokken kinderen in Nederland. Dus ja, hopelijk hebben we hem aan het twijfelen gebracht. U geeft ook wel eens les op een school. Maar wie zijn er eigenlijk lastiger, leerlingen of ministers? Ministers. Ja, Wouter Koolmees is niet in de hand houden. Nee, dan kun je zo'n klas is makkelijker. Heeft u wel eens een minister naar de gang gestuurd? Nee, maar ik had wel de neiging. Noem eens een voorbeeld. Wouter Koolmees. Nee, Wouter is een geweldige minister, maar die zit overal heen te kakelen. En daar herken ik mezelf al in. Ik had vroeger op mijn rapport staan, leid anderen af, spring in het veld. Nou ja, dat zou bij Wouter Koolmees ook op het rapport staan. En zo zijn er wel meer. Maar ja, het kan helaas niet. Normaal zijn politici altijd wel een beetje terughoudend over zulke dingen. Altijd niet echt elkaar aanvallen, zeker niet als ze samen een team zijn. Maar dit was wel grappig. Ik vind het heel lastig om een partij te kiezen waar ik het helemaal mee eens ben. Omdat er geen partij is waar ik het 100% mee eens ben. Ik ook niet trouwens hoor. Nee, bent u het niet 100% eens met de VVD? Nee, ik denk dat ik het met 80% ongeveer eens ben. Ik zeg altijd tegen mensen die politiek geïnteresseerd zijn, die zeggen, hoe maak ik nou een partijkeuze? Dan zeg ik, ja, je kan die programma's gaan lezen. Pff, nou, 80 pagina's al die standpunten. 114. Moet dat dan niet toegankelijker zijn? Ja, precies. Ja, dat lukt dus iedere keer niet. Maar even los van die programma's. Veel interessanter dan precies die standpunten is de sfeer goed. En ik moet zeggen, ik ben het niet met alles van de VVD eens, maar de mentaliteit, het soort mensen wat daarbij zit. Sociaal, betrokken, niet te tobberig, een beetje aanpakken. Dat bevalt mij. Ik had het eigenlijk wel verwacht dat hij er niet helemaal achter stond. Dat zie je eigenlijk ook als ik er zelf ook over nadenk. Van, is er nou echt een partij waar ik 100% achter sta? Of zijn er dan drie partijen gemixt of zo? U krijgt best wel veel haatreacties. En wat vindt u daar nou eigenlijk van? Ja, ik moet eerst zeggen, wat ik niet veel doe is op Twitter kijken onder water, noem maar, hè, wat daar allemaal gebeurt. En op straat valt het wel mee. Enkele keer is er wel eens iemand die op straat iets lelijks roept. Nou, dan is mijn standaardreactie, lucht het op. En dan is het antwoord vaak ja. Zo, nou, mooi dat ik kon helpen. En een enkele keer heb je ook een leuk gesprek. Ja, weet je, mensen zijn ook, Nederlanders zijn ook lief. Het zit allemaal niet zo diep. En gaat u iets veranderen de komende 4 jaar? Ja, behalve uw lockdown dan. Ja, ja, dat is erg. Ik ga zaterdag naar de cover. Ik ga het wel langer laten, denk ik, dan het was. Het grootste punt voor het, ook voor jullie, voor scholen. Als we uit die corona zijn, hoe ga je die leerachterstanden inhalen? Er zijn natuurlijk ontzettende leerachterstanden ontstaan. Op jullie terrein moet er echt veel gebeuren. Maar ook in de economie. Dus er ligt een ontzettende hoop werk als we dat virus een beetje achter ons kunnen laten. Wilt u misschien met ons een TikTok-filmpje opnemen? Dat gaan we doen. Leuk. Leuk. De VVD wil dat jullie het land overnemen. En dat kan alleen als jullie goed onderwijs hebben gehad. Als jullie goed kunnen sporten, je goed kunnen ontwikkelen en het beste uit jezelf kunnen halen. Dus daar wil ik voor knokken, zodat jonge mensen in Nederland, de kinderen in Nederland, een prachtige toekomst hebben.
Hey! Ze hebben me net geïnterviewd, deze twee. Ze zijn fantastisch.